Dit kan elke vrouw overkomen. Jongens en meisjes, zijn jullie al zo ver? Ja, juffrouw. Kan ik komen kijken? Sta hier. Je hebt het al goed gedaan. Juf, wat is er? Nee, om 8 uur ben ik daar. Ja. Ik maak het in orde. Ja. Kom voor elkaar. Aboeng, yes. Oké, doei. Nathan. Nu pas maak je zo huiswerk. Kerida, broodje eten, kom nog. Straks komt de schoolbus. Brood met wat moet eten? Jam. Kerida, brood met jam? Ja, mama. Oké. Kaboom! Heb je die bal gegooid? Nathan! Ja. Doe. Ma, waar zijn mijn gymkleren? Ik denk dat ze aan de lijn zijn. Aan de lijn kijken. Oké, ma. Je weet toch dat Bertje niet binnen mag? Ma, is er iets? Nee, er is niets aan de hand. Ik ben verschrikkelijk laat. Bertje is daar. Oké. Was je die broodbakjes? Niets aan de hand. Ma! Stop. Is er wat? Nee, er is niets aan de hand. Kruim het zo op. Ik heb een zure maag. Ik ga een tablet nemen. Maar ik ben nu echt wel laat hoor. Ik moet nu echt wel gaan. En ik zie jullie vanmiddag. Oké. Doei. Kom, jongens. Ma, ben je zeker dat je geen hartaanval hebt? Nee, jongen. Ik ben nog veel te jong. Ik ga even zitten. Dan ga ik zo meteen wel opruimen. Ga jullie alvast naar school. Roy, kan je even komen? Ik denk dat ik een kleine hartaanval heb gehad. Nee, ik maak geen grap. Wat ik voel, ik ben duizelig, ik kortademig, misselijk, pijn in mijn schouders, een vreselijke druk op mijn borst. Herken symptomen die kunnen wijzen op een hartaanval bij vrouwen. Plotselinge duizeligheid, ernstige vermoeidheid, kortademigheid, slapeloosheid, hartkloppingen, hartbonzen, branderig of drukkend gevoel in de borststreek, pijn in de nek. Deze symptomen kunnen zich bij vrouwen weken van tevoren aanmelden. U behoort tot de risicogroep als u ook nog te maken hebt met het volgende. Een van uw ouders had voor het 60ste levensjaar een hart- en vaatziekte. Erfelijke factor. Roken en in iets mindere mate meeroken. Diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk, verkeerde voeding, chronische stress, te weinig beweging, toepassen van hormoontherapie en in mindere mate het gebruik van de anticonceptiepil. Gaat u regelmatig voor check-ups, ook al bent u een jonge vrouw. Ik dacht dat ik zure maag had. Blijkt dat het een hartaanval was. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. Daarom zorg ik nou goed voor mijn hart en ik vertel andere vrouwen hetzelfde te doen. Ik ben blij dat je dat doet. Het Hart voor Women initiatief van Quota Suriname.